Ja, maar hij wil de helm niet achter, dus vandaar. Maar jij gaat dus zonder parachute springen? Nee, ik ga hem met parachute, maar ik ga hem doen dat hij een Melvin knipt. Ja, oké, ik moet even parachute doen, wacht even. Goed. Nee, ik weet nooit hoe, ik heb gewoon infinite parachute, zet je aan, dan heb je sowieso een parachute. Ja, je kan hem aanzetten met je gloves en accessories. Oh. Ik heb infinite parachute aan, maar dat doet hij niet. Ja, je moet er, kijk, ik zeg net, accessories en gloves, kan je dus een parachute om doen. Ik heb namelijk volgens mij, ik heb al een parachute op mijn rug. Nee, ik nu ook. Fucking Roy heeft altijd een parachute op zijn rug. Ja. Ga je meedoen, Ian? Ja, maar even, het lukt niet, ja. Accessories en gloves. Oh, dat is slecht. En anders, als je even een parachute aan hebt staan en je springt, heb je sowieso een parachute. Als je naar beneden springt, niet zo'n spring. Wist je nou weer? Nee, Als je gewoon infinite parachute doet, dan heb je gewoon parachute, maakt niet uit. Ja. En als anders ga je gewoon dood, dan ben jij degene die de lul is. Ja, yep. Who's gonna jump first? Ik heb, moet de melding niet eens maken, of Ja, er moet wel politie onder staan, dat moet wel ja. Vet zijn. Gaan we zorgen dat even de... Ik ga wel even melden. Wat postcode is dit? We staan op het dak. 61... 88, volgens mij. Ik kan het net niet zien, maar er staat een garage vol, maar voor mij is het 8-8. 61. Is 7-8. Ja, daarom. Dus ik denk dat het 88 is. Ja, welk staat hier naast? 87. En daar 86, na 86, na 85, ja. Na 83, 82. Dus ik denk dat dit 88 is. Want onder staat 89. Aan de overkant. We verwachten dat ze er zijn. Duh. Kunnen zij moet melden dat ik het doodflikkert. Oh, en als je het goed doet, kun je het nog. Als je precies hier naar beneden een randje flikkert, dan land je hoog. Moet ze de ladderwagen inzetten voor de brandweer. Ja. Heeft de ladder ook gelijk wat? Ik weet niet of je gaat redden hoor. Nee, natuurlijk niet, maar. Nee, maar ik bedoel. Je kan er niet, je gaat er niet over, kun je over, we kunnen ook van de huis gaan afspringen. Nee, ik weet ook niet, ik ga gewoon half in de boom houden met een parachute. Ik vast aan met een parachute in een... Ik kan je gewoon ter plekke laten vallen. Want jij bent niet goed voorbereid, jij hebt geen parachute. Dan verzinnen we daarna wel nog een fiets voor planten, maar dat moet ik ook wel doen. Die mag het bloed wegspuiten. Ja. Ja, die wind jongens, het hard man. Ik ga eens even testen of dat je hoe haalbaar dat die is. Moment. Niet. Heel haalbaar. Niet dus. Jawel, ik lig op de weg. Ah ja, precies. Dan dat ik hem al gebruikt heb. Jop. Goed, het is dus goed haalbaar. Moet de hele tijd van de chute open doen, niet als je vast bij de boom bent. Dan red je het al niet meer. Oh, stuur was ambulance. Of wat? Ik heb geen idee. Dat is wel een mooi uitzicht. Wat heb je gemeld? Dat we gaan springen of dat we... Dat de mensen het van het gebouw springen. Met een parachute op de weg landen en dat ze daarna weer naar boven gaan en het opnieuw doen. Ah, oké. Ik wou zeggen. Waarschijnlijk is het springen mensen van het gebouw af. Ja. Ik denk dat er echt groot aankomen rijden. Ja, hoor, twee ambulances. Ja, twee ambulances. Kan ik dan ook doorvallen dan? Nee.
als de meldkamer niet goed door de informatie doorgeeft, dan krijg je dus dit soort situaties. Oh, nee, wacht. Ja, ja, dat sowieso. Dit is leuk. Nog een beetje in TV. Is de T4 komen of T5 zie ik voorbij komen? Kijk, ik ga springen. Kijk wat ze zegt. Ik spring ook. Jij dood laat vallen, Ian. Ik vloog bij hem het gebouw aan. Nu weer omhoog. Is die onderhoog gesprongen? We zijn steeds aan het zweven. Ja, ik ben boven. Is er iemand dood? Oh, rip. We hebben bijna bij de golfclub geland. Wat is er? Ik speer in beneden, ik loop vol tegen gebouw aan. Ja, eentje van ons ging toch neer, eentje van ons ging toch laten ploffen? Ja, ik ben al neergeploft. Ik lig iets verhoogd, maar ik lig wel gewond. Ik klap het pompen tegen het gebouw aan, dus ja. Nu moet ze opletten. Waar ben ik neergeploft? Domme. Psst, dat weet ik niet. Psst, dat is niet, I swear. I'm innocent. Like a butterfly. They are blind. Ik ben op het dak geklommen. Psst. Ja, zeg maar. Welke kant lig je, Remco? Ik lig aan de overkant van die Clip Towers. Oké. Kunnen daar wel mensen komen, sowieso? Kunnen daar mensen komen, of is dat Oh, YOLO. Oké. Oh, je ligt op het dak! Ja. Ik ga ook erheen springen, proberen. Ja, but try to fucking land. Ik sprong namelijk en ik dook naar beneden. Ik wil gewoon op springen. Dat is echt gewoon. Ze ziet me niet deed ik dit. Ligt op het dak? Ja, nee, niet op het dak, op het dak. Ik lig als je het gebouw hebt, zeg maar. Waar, tegenover de Eclipse Towers waar we op stonden. Ja. Dan heb je boven de ingang heb je een richel. Dat is waar ik op lig. Ik zit op het dak. Kunnen hem niet vinden. Ik hoor je. Hallo? Is er iemand? Hallo? Eentje is gevallen, ik hoor hem kreunen. Daar hebben we gehoord. Brandweer komt die kant op om van uw flat af te halen. Nee, mij niet. Wat is het? Nee. Ik heb geen flauw idee. Lekker nuchtere reactie. Mij niet. Ik ga Stefan oproepen als brandweer. Niet op rustig avond. Ja, met hoogwerker. Zal ik even... Zal ik een keer springen? Ja, kun je doen. Het zou mooi zijn als je kan proberen... bij mij te komen natuurlijk. Ik heb dat je me kan helpen, maar ik denk dat je dat je ook tegen het gebouw aan klapt en dat je ook neerflikkert. Was namelijk niet de planning om daar te landen, maar op de weg, maar ja. GTA be like, nope. Ik zie hem. Soepeltjes dan. Oh, ik zie je liggen. Ik zie hem liggen! Ambulance! Ik zie hem liggen!
Ik weet waar die ligt, ik weet waar die ligt. Ik kan ook eens springen, maar ik dacht dat zijn. Ah, zie je die ijzeren hoogte? Daarop. Boven op het ijzer ligt die. Ja, precies er bovenop. Van hier bovenop? Ja, daarop, ja. Ja, daar kunnen wij niet komen. Nee, dat snap ik. Maar omdat ik hoorde dat jullie hem kwijt waren. Ja, de brandweer is in ieder geval opgeroepen. Dus, oké. Okay. De brandweer is onderweg. Zal we naar boven kunnen. Oké, dan het is een vriend van mij. Roy! Meneer. Ja? Waar ligt hij? Ik hoorde het niet. Hij ligt op dat ijzeren dakje. Maar precies hierboven. Lydia, kan jij even van deze persoon even een verklaring afnemen? Ik ga even kijken hoe mee. Oh. Ja. Meneer. Soep. Huh? Huh? Oh, daar is hij in één keer. Hallo? Goedendag, agent. Ja, goedenavond, meneer. Kunt u mij vertellen wat u precies heeft gezien? Nou, ik zag, we stonden op het dak, daar bovenop, op het grote dak. En ik kan niet wijzen, goddammit. Daar dat dak bovenop stonden wij. En hij sprong naar beneden en hij wou op het andere dak landen, hier. Maar hij is vol tegen het gebouw aangevlogen en toen is hij naar beneden gevallen. En ja, nu ligt hij daar. Bent u zelf ook gesprongen? Ja, ik ben ook gesprongen. Ik ben op het dak gesprongen en toen ben ik vanaf dat dak hier naartoe gesprongen zo. En ben ik daar al achter het gebouw in het grasveld geland. Heeft u voor mij wat gegevens van u? Een ID-kaart of iets bij? Ja, ik ben Joho. Joho Jonegold. Per moment. En de jonge man die op het dak ligt, die gewond is, dat is Roy. Take the magic for the night. Ah, dit is zo de lekkerste. Allee. Voor mag de verwachting nu tot de brandweer. Haar noodtrap. Op zich kan dat. De ambulance, de brandweer heeft eventjes de calvary opgeroepen. Je moet natuurlijk met, hoe heet het, met brancade, alles met medische spullen, die kunnen echt dat trapje niet op. Holy shit, er komt een hoop aan. Jezus van Christ. Holy fuck. Kunnen jullie hier komen staan op tot daar? Het klinkt wel als een dood. Lukt het? Ja, zo kan ik er goed bij me lopen. Ja, hij ligt erboven. Kunt u mij nog meer vertellen over uw vriend die zich daar hierboven bevindt? Ja, dat is Roy, heet hij. Hoe heet je wacht nou ook weer? Roy van Berg, toch? Thuis. Ja. Hij heet Roy van Bergen. Wat thuis. Kom aan. Ja. Ja, dat wordt leuk. Ik heb zo meteen... Wie is Jordi? Waar zit Jordi? Schedelpaas. Jordi staat erboven. Oh, op het dak, joh. Nee, schildpaas voor u niet. Ja, joh. Ik had een helm. Noodtrap door het onderen, joh. Hey, Jordi. Hey, persoon heeft een pols. Hij heeft een been, kun je fysiek zien dat de been op meerdere plaatsen gebroken zijn. En hij is hevig aan het bloeden. Ik heb helemaal niks bij me. Dus als je even zijn tas... Oké, meneer, ik heb het genoteerd. Ik ga heel even overleggen met mijn collega's. U heeft wilt wachten. Oh ja, geen probleem, hoor. Ik wil graag weten hoe het met mijn vriend is. Dus ik wacht wel even. Lars? Waar is Lars? Lars! Lars die is... Niet in de buurt. Die staat daar aan de overkant. Bij Ian. Oké. Oh, daar is hij. Even kijken. Nou, ik ben de potel aan het uitschuiven. Lydia. Ja. Wat je in de tussentijd mag doen voor mij is alvast de riemen daar uit
de auto pakken en alvast zelf ook een riem omdoen en de veiligheids... Ja, Lars, ik heb even een vraagje. Ja. Ik heb spullen... Kunnen wij iets verder weg gaan staan? Leg net kut op die rand. Daar. Sorry. Hi gozer. En? Heb je een goede sprong gemaakt? Ja, ik val hier op handig bijna op de lantaarnpaal, maar ik ben wel goed geland. Gelukkig maar. Waar is ons maatje gebleven? Ja, die is gewond geraakt, man. Die ligt op het dak. Deze kant, Matthijs. Ja. Waar hij nou staat. Daar zit de noodtrap. Hij wou net als mij op het dak springen aan de overkant. Mooie noodtrap dan. En toen is hij vol tegen het dak tegen dit ding aangereden. Of van gevlogen. Oh nee. Met een parachute. Met een parachute. Een beetje improviseren, hè? Goeiedag. Heren, hoe gaat het? Ja, goeiedag. Ja, ik heb de poot al uitgevouwen. Ik ben nu de ladder gereed aan het maken om hem open te gaan schuiven. En bij te draaien. Als het goed is, heeft... Damien, ja. De riemen al. Dus heb jij nog een riem om veiligheidsriem? Doe ik nu net. Oké, dan... Mag ik vragen wat die mensen daar al op het dak doen? Ja, die zijn via een noodtrap naar boven geklommen, begreep ik? Wilt u even meekomen? Even uit de bocht. Ja, dat is goed. Het is vooral om... Hey meneer. Weet u dat Base Jump illegaal is in Nederland? Ik zag het op YouTube. Ik denk, wil ik ook doen, man. Oké, dat snap ik volkomen. Het geeft een hartstikke kick. Maar er staat wel een procesverbaal op. Dat is een boete. Oké. Ik wil niemand van lullen, maar die jongen die naast me stond, zegt Groen Jas, die heeft ook gebasejumped. Ja, die heeft ook al zijn procesverbaal. Oh, jezus maar. Oké. Ja, nou prima. Dan ga ik ook mee kort. Oké. Ja, collega, mag ik uw identiteitsbewijs even? Ja, dit is Joho. Volgens mij heeft uw collega mijn idee, maar Joho Jonagold. Oké, Joho. Collega, heb jij nog zijn idee? Ja, klopt. Nou, geef maar even. Kan ik hem even scannen op onze telefoon. Dankjewel. Chicky! Really bad. Oh, fucking mooi! Fucking mooi! Ik roep zo, Chicky! Ik roep zo, Chicky! Komt zo impulsief voorbij, Chicky! Die zag die Chicky dan! Zag die Chicky? Die was ver, man! Fucking Chicky, man! Fucking hell, man! Ja, oh, Chicky! Chicky! Meneer? Ja? U heeft recht op een raadsman. Wilt u een verklaring afleggen? Nou ja, zoals ik zei, ik zag het op YouTube. Chicky! Ik heb gebasejumped, Chicky! Ik zag het op YouTube. Okay. Ja, Chicky! Meneer wil schrijven bij het gesprek houden. Oh, mijn scooter, sorry. Vijf reten, zes, zeven reten! Ga verder. Oké, meneer, procesverbaal wordt binnen enkele dagen wordt dat naar uw huis toegestuurd. Hij gaat via de officier van justitie. Die bepaalt de hoeveelheid van de boete. Ja, prima. Is goed. Ik heb hem prima. Ja? Yes. Hey, als u er niet mee eens bent, dan kunt u ook in bezwaar gaan. Dat staat er allemaal achterop. Nee, ik helemaal goed. Als u zegt dat het illegaal is, is het illegaal. Ik wil het gewoon een keer uitproberen. En als mijn vriend tegen het dak of tegen het flat was aangevlogen, dan was alles goed gekomen. Maar ja, weet je wat het is? Kijk, zoals je nu ziet, het is gewoon gevaarlijk. Nou ja, daar heb je gelijk in. Kijk, ik snap dat het kick geeft, maar dan kan je beter gewoon, weet ik veel, parachute springen ergens uit een vliegtuig. Het is vet rustig, komt er een vliegtuig. Nee, is prima, is helemaal goed. Ik ben het helemaal eens. En zoals ik zei, als het goed was gegaan, was het goed gegaan. Nu is het fout gegaan en dat, we zijn allemaal daar verantwoordelijk voor geweest. Ja, dan geef ik je uw identiteitsbewijs terug.
Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En dankjewel. Dan wens ik u nog veel succes met uw vriend. Ja. En dan, ik hoop dat hij binnenkort weer op zijn voeten staat. Nou, ik heb zo'n gevoel van niet, want hij is vol tegen het, ik denk wat het eventjes duurt. Want hij is vol met zijn, ik stond boven op de flat toen ik het zag gebeuren, dus hij is vol, gewoon vol tegen die, okay, tegen het gebouw aangevlogen. Ja, oké. Okay. Nee, nou, hey, dan wens jullie beide nog een fijne dag. Ja, dankjewel. Wilt u alstublieft niet Chicky lopen schreeuwen, dat is niet echt beleefd. Chicky! Hey, dag, Jury, los je pistool eens even. Ga bij mij mee naar huis, Chicky. Jury, voor jou, beide personen hebben voor mij een procesverbaal gekregen vanwege patient, omdat dat gewoon is niet lukt. Er zit een rail op en dan kan je zo de ding erop klikken. Ik ga met hem mee naar huis, man. Chicky! Oké, okay, dan kan je de wervelplank kan je zo opklikken. Dan kan je ernaast zo erop klikken, dan ziet hij... Hey, Chicky, waar gaan we heen? Dan zit hij er zo in de lengte, zeg maar. Zit hij er, erop. Zo, zeg maar. Is goed. Chicky! Ja. En dan kan je er in principe ernaast staan en dan... De eerste persoon is Joho, Zonnegold, en de andere persoon kan je is... Zelfs in een bakje zelfs nog mee dan behandelen, ja? Duidelijk? Zane? Ja? Roy, levend? Ja, die ja. Hey, ja. Levend? Oké, okay, dan mocht je vragen hebben... Laat fucking dood laten gaan. Wat jij wil, is jouw karakter. Ja, ik weet het niet, ik wil advies. Jullie foto's maken? Okay. Tim, wat had jij nog gevraagd? Want het was zoveel praatverkeer dat ik het niet gehoord heb. Hebben we al gedaan. Helemaal geweldig. Dank u wel. Zijn vijf, Rick. Wacht. Nee, ik ga mijn leven houden. Hij mag nog niet dood. He's too young to die. Ik heb al een karakter door laten gaan. Ik ga nu ga niet mijn karakter door laten gaan. Dat is niet meer zonde, man. Ja, dat is echt zonde. Roy is best wel leuk ontwikkeld. Ja, en Milo ook. Ja, dat zijn echt twee kerels die mogen gewoon niet dood. Nee. Nou, geen karakter mag dood. Milo toen dood was, gaan helemaal... Oh, laat ik daar de hele politiekomst aangeklaagd. Was ambulance trouwens. Oh, ambulance. Nee, politie gewoon naar boven klimmen. Als die niet boven is klommen, was Milo...